wenst uw advies of goede raad of slechts een troostrijk woord. Dan is er ook al lijkt het laat geen man nog overboord. Wendt u tot Barend Bargerweer, zijn kennis is zo groot. Want Barend helpt u zonder meer van het walletje in de sloot. Ja, Barend helpt u zonder meer van het walletje in de sloot. De wereld van Barend Bargerweer. Complicaties rondom een merkwaardige persoonlijkheid, omschreven en van muziek voorzien door Amy Lopez. Oh, daar krijg ik een punthoofd van. Dat rotding is gewoon niet aan de praat te krijgen. Toch heb je er wel benzine in gedaan, pap? Doe me nou maar plezier, hè. Bemoei je met je eigen zaken net iets. Dat kind bedoelt het toch goed, Henry? Ja. Daar hoef je het toch niet zo af te bekken? Kan toch zijn dat er geen benzine in zit? Glets toch niet. Ik heb hem gisteravond laten volgooien. Oh, gaan jullie alsjeblieft naar binnen. Ik krijg de zenuwen van dat op mijn handen kijken. Zo, daar ben ik dan. Ik heb een natte theedoek over de mand met de kadetten gedaan. Gretel, blijven ze lekker vers. Wat is er aan de hand? Moeilijkheden, Henry? Laat hem maar met rust, vader. De auto wil niet starten. Oh, dat is vervelend. Hoe komt dat nou, Henry? Dat bankeert me er nog maar aan. Man, ga weg. Ga weg. Ik kan je nou echt niet hebben. Huh? Ja. Laat mij er maar eens even bij. Ik heb het al gezien. Ik heb het al gezien. Blijf je eraf. Ik zeg je, blijf je... Huh? Hij doet het. Hoe heeft u dat dan voor elkaar gekregen, vader? Hoe bestaat het? Nou ja, dat is je reinste toeval. Nee, Henry. Dat heeft nou eens niks met toeval te maken. Dat is zuiver een kwestie van verstandelijke bekwaamheid en technisch inzicht, zie? Ja, moet je dat horen. Edison in het zuur. Ja, dat mag jij zeggen, jongen. Draai jij nou maar liever het contactsleuteltje beter door in het vervolg als je wil rijden. Dat had je vergeten, zie? Nou, zullen we dan maar... Ja, zo begon ons dagje naar buiten. U kent ons toch nog wel? Mijn vader Henry Tikkers, mijn moeder Greet, mijn zusje Nettie en ik Albert. Maar degene waar alles om draait is Barend Bargerweer, mijn grootvader van moeders kant. Een heel bijzondere man, dat zult u gauw genoeg merken. Zo, kom nou maar met ons mee de vrije natuur in. Zeg, hoe rijdt u nou, pap? Dit is toch niet de weg naar Zandvliet? Let je vader niet af, kind, hij rijdt al zo slecht. Dat is helemaal mooi. Wou u me nog even vertellen hoe rijden moet? Hou je stuur! Gebeuren al zoveel ongelukken. Gelijk heb je, Greet. Hé, ik zit niks lekker. Ik kan mijn benen niet bewegen. Geef me die mand eens aan, Albert. Ik heb trek in een kadet. Maak het nou een beetje, vader. We zitten amper 5 minuten in de auto. Wat heeft dat er nou mee te maken? Een mens kan toch trek hebben? Ja, u kan me nog meer vertellen. Iemand die net een bord havermout en 8 boterhammen naar binnen heeft gewerkt, kan al geen trek hebben. Oh, kan niet. Fijn, dan steek ik maar een pijp op. Waar heb ik nou met de bak? Ga eens opzij, Greet. Dan kan ik in mijn zak. Vader, u doet Albert en mij zo wat de wagen uit. Ik heb hem al. Zo, eerst even stoppen. Wat is er aan de hand? Waarom moet ik stoppen? Stoppen? Wie zegt dat jij moet stoppen? Ja, dat zegt je vader. Die zegt even stoppen, zeg ik. Ik? Oh, ja. Ik bedoel mijn pijp. Oh. Rij maar weer door, hoor. Zo, dan zullen we hem eerst maar eens aansteken. Jongen, dat is lekkere tabak. Wat is dat voor een stank? De motor staat toch niet in brand, jongen? Nee, pap. Als de pijp van opa... Oh, dan krijgen we dat. Wat zit daar voor rommel in? Lijken wel gemalen veldmuizen. Ja, dat is de beste tabak, Greet. Ja. Puri Maryland. Maar als jullie er last van hebben, dan zet ik de raampjes wel even open. Vader, bent u nou stapel geworden? De vonken vliegen in het rond. Stop maar, Harry. Ja, laat dat portier maar open. Albert, vader, klop die pijp uit. Vooruit. Nou, jullie zijn wel gezellig, hoor. Nou, hier dan. Zo is het gebeurd.
Rij maar weer. Nou, dan moet je mijn haren zien. Een dure permanent. Het is helemaal verwaaid. Ja, dat is mijn schuld niet. Dat leidt aan je kapper. Maar die kerels kennen tegenwoordig hun vak niet meer. Dat zijn geen echte friseurs meer, zoals vroeger. Ah, toen ik nog inlegger was bij Maison Oscar. Inleggen, opa? Wat heeft u dan ingelegd? Uitjes? Ja, kapsels, jongen. Kapsels. Ja, die oude Oscar was een meester in zijn vak. Echt een friseur van de oude stempel. Maar als hij een lastige tante met moeilijke haren kreeg, dan moest ik erbij komen. Barbier, luister eens. Ja, luister eens. Wat is dat? Moeilijkheden, meneer Oscar? Oh, ja, ik weet me gewoon geen raad, man. Freule de Klik van Deuren wilde haar in die nieuwe Franse coupe gedaan hebben. Ken jij die? Oh, de coupe clochard. Huh? Ja, ik kom wel even. Oh ja? Oh, duizendmaal dank, Barbier. Freule, dit is Maître Bargerbeer. Hij zal mij instrueren bij mijn werkzaamheden aan uw hoofd. Oh, uitstekend, mon cher Oscar. Ik heb veel van deze haarkunstenaar gehoord. Ja. Maar ja, ik heb een moeilijke dos, hoor. Het is zo dun ingeplant. Ja, je wordt al knap kaal, Freule. Dat is een leeftijd, hè? Nou, begint u maar, meneer Oscar. Ja. Rol naar het midden. Rol naar het midden. Zo. Ja, het is gebeurd, Bargerbeer. Mooi. En nou scheer je? Ja. Met de tondeuze. Met de tondeuze. Een strook haar van 6 centimeter breedte boven de oren af. Een strook van 6 centimeter boven beide oren. Ja, dat gaat zo goed. Ja. Dat gaat zo goed. Ja, goed. Zo, dat is klaar. En neem een hardgroene kleurspoeling. Een hardgroene kleurspoeling. Ja, nee. Oh, die massage is veel te slap, meneer Oscar. Oeh. Kijk eens, die haarwortels, die moeten als het ware op hun zenuwen krijgen. Oh. Laat maître Bargerbeer het maar doen, Oscar. Die man is een artiest. Ja, freule. Bargerbeer, mag ik er dan bij blijven? Dan leer ik ook nog wat. Mijn best. Zo, en nu een frictie. Een frictie. Wat nemen we daarvoor? Laat me eens kijken. Dat is Fleur de Canaille. Oh, Fleur de Canaille. Ja. Zo. Voilà. Nou, even goed toeperen. Ja. Zie je de kuif? Zo. Zal ik de föhn vast aanzetten? Nee. Ik breng eerst een goede haarversteviging aan. Anders valt het zaakje er straks af. Oh ja, dat is waar. Ja. Mag ik dat rode flesje even hebben? Oh ja. Alsjeblieft. Mooi. Oh, dat ruikt pittig, maître Bargerbeer. Ja, dat is fijn spul, Freule. Portland cement op bijenwas. Oh. Ja, daarvan raakt het haar nooit meer in de war. Zo, zet nou de föhn maar aan, meneer Oscar. Ja. Bravo, maître Bargerbeer. U moet me in het vervolg altijd helpen. Dat is een model gedroogd. Nou, nog wat bessengelei om de ondervezels te activeren. Mm. Zo. En dan gaan we de koep knippen. Geef me die beidel eens aan, meneer Oscar. Alsjeblieft. Waarom ben je nou toch geen compagnon met me, waarde Bargerbeer? Geen cent hoef je in te brengen. Alleen maar je genie. Als ik jou lokken, vlechten, krullen zie bespelen, met vaste grepen, razendsnel en toch bedaard, dan zou ik dat geniale inzicht willen delen. Want heus, jouw vakmanschap gaat met genie gepaard. Oh, als ik jouw handen door coiffures heen zie glijden, dan trilt het meesterschap daarvan me tegemoet. Ik kan je om die virtuositeit benijden. Jij bent een Figaro. Je hebt het in je bloed. Daarom maak ik jouw compagnon. Voor het welzijn der haute coiffure, voor de naam en de faam van mijn damesalon, hoor jij hier tussen deze vier muren. Jij bent in staat om een Bouvier te permanenten,
en er een poedel van te maken. Of een poes. Jij schenkt bedaarde dames. Weer een nieuwe lente. Jij maakt dan het meest verzuurde wijfje. Weer een snoes. Geen enkel vrouwenhoofd heeft over jou geheimen. Of het nou blond is, of al zwart, of grijs, of groen. En daarbij weet je met je schuimen ze te lijmen. Zodat ze alles met haar schedel laten doen. Daarom maak ik jouw compagnon. Voor het welzijn der haute coiffure. Voor de naam en de faam van mijn damesalon. Hoor jij hier tussen deze vier muren? Het spijt me, meneer Oscar, maar ik kan me niet binden. Stilzitten, Freude, wat gaat. Ja, nee, een kunstenaar moet zijn eigen bestemming zoeken. Ja, ik begrijp het, metgebaargebeer. Het is helaas niet anders. Maar als je me dan in de toekomst maar een paar lessen wilt komen geven, daar zou ik je heel erkentelijk voor zijn. U had in het vak moeten blijven, opa. Had mamse mij heel wat geld voor de kapper bespaard. Wie weet wat ons nog meer bespaard is gebleven omdat hij het niet gedaan heeft. Oh, kijk eens jongens. Een theetuin aan het water. En ja, daar moesten we maar eens aanleggen. Ja, mijn idee, Greet. Dan kunnen we meteen de kadetten consumeren. Even later betraden we een grote ouderwetse uitspanning die aan een meertje was gelegen. We hadden ons nauwelijks aan een tafeltje geïnstalleerd of opa zat al in de mand met broodjes te zoeken ten einde het hem toekomende deel bij elkaar te sorteren. Dat vind ik nou niet bepaald hygiënisch, vader. Wie doet nou zoiets? Dat heb ik gedaan. Ik heb trek. En ik heb dorst ook. Ober! Ober! Hoe bestaat het? Loop gewoon door. Dat was de ober niet, opa. He? Dat was die meneer die naast ons aan het tafeltje zat. Oh, maar dat had hij al wel mogen zeggen. Ah, daar komt de ober aan. Dames, heren. Wat doen we? Allemaal koffie, hè? Nou, ja, ik wel. Koffie, geef mij maar bier. Neem jij nou ook bier, Henri? Dat vind ik gezellig. Nee, ik zou er niet aan denken. Ik moet nog rijden, vader. Nou ja, wat jij rijden noemt, gaf hij mij een zorg. Dat wordt dan 1 bier en 4 koffie, ober. Oh, dat is een lekkere kadet. Dat vlees dat is alleen wat knierterig. 1 bier en 4 koffie dus. Ja. Zeg maar een beetje woord. Ik heb dorst. Uitstekend, meneer. Dan mag ik u er wel op patent maken dat u hier geen meegebrachte etenswaren mag nuttigen. Oh, nee? Ja, dat spijt me. Maar ik heb die ene kadet al achter de knopen zitten, hoor. Nou, de volgende keer dan maar beter. Natuurlijk, meneer. Zou ik u misschien de kaart brengen? Maar dat is helemaal niet zo gek. Ik val zo wat van de graad. Nee, laat u maar. Nee, brengt u ons alleen maar de koffie en het bier. Zoals wel, meneer. Oh, was dat nou voor werk, Henri? Dat noem ik nou iemand voor het schut zetten. Nou, niet lastig worden, vader. We hebben iemand met broodjes dan niet voor niets meegenomen. Straks gaan we fijn picknicken. Hé, picknicken? Jazeker. Ik ga dan met mijn goede pak op het gras zitten. Nou, dan blijf je maar staan. Dat gezeur begint me knap te vervelen, weet je dat? Harry, dat vind ik geen toon tegen mijn vader. Doe me een plezier. Nou, het is een oude man, dat moet je altijd voor ogen houden. Ach, laat hem maar gaan, Greet. Weet hij veel. Ik heb trouwens wel eens vaker staande gegeten. En ik ben wel eens meer staande afgeblaft. Toen ik nog bij de generale staf was. Maar kom nou, opa, u was gewoon soldaat. Dat heeft u ons vaak genoeg verteld. Hier zijn uw consumpties. Koffie voor de dames, ja. Glaasje bier voor mij. Zak maar neerzetten. Nee, geef dat maar meteen hier. Zeg maar. Ah, dat doet de mens deugd. Zeg, Albert, ik heb nooit ontkend dat ik soldaat was. Maar, wat wil ik zeggen, ik stond in hoog aanzien bij het hogere kader. Ik zal je vertellen, ik sta een nacht op wacht, hè, en ik rook dus stiekem een sigaretje, je weet hoe het gaat, hè. En voor ik er erg in heb... De blikskaters, alles salamanders. Wat voer jij daaruit, kerel? Zie ik dat goed? Sta jij te roken? Ja, ik nam alleen maar een trekje, generaal. Ga je de ouders aan? Als je meerdere je aanspreekt, kerel. Zo, dus meneer nam een trekje. Nou, we zullen jou die kunstjes wel afleren. Pubbel. Ja, meneer, ik bedoel... Meneer, hoe heb je de moed, kerel? Durf jij een generaal met meneer aan te spreken? In de houding, zeg! Jawel, generaal. Ik zag niet aankomen, generaal. Hou je kiezen op elkaar, kerel. Ja,
Dat wordt minstens 6 weken voor zwart arrest. Wegens het in gevaar brengen van de krijg. Ja, maar luister nou eens even gezegd. En houd nou eens je kop dicht, kerel. Daar komt nog minstens 2 maanden overheen. Wegens verregaande insubordinatie. Weet je dat? Je naam? Dienstplichtige Bargebeer. 4e regiment infanterie, 3e kompie, 1e bataljon, afdeling verzorging. Zo, nou dat zullen we even noteren. Hè? Jij bent nog niet klaar met mijn mannetje. Hoe zei je dat je naam was? Bargebeer. Dienstplichtige Bargebeer. Ach. Oh, ben jij het? Ja. Verroest. Dat had je me wel eens mogen zeggen, Barend. Ja, neem niet kwalijk. Je begon zo te gillen, Willem. Ja. Ik dacht wel, wat doet hij opeens raar? Ja, ik dacht dat ik een gewoon soldaat voor me had. Hè. Het is ook zo donker hier. Een sigaartje? Nou, vooruit dan. Je bent ook niet iedereen. Je bent toch niet boos, hè, Bargebeer? Ja. Ja, ik slaap al zo slecht. Wie... Onzin, Willem. Je moet je niet zo gauw nervieus maken. Je deed je plicht, man. Vergeet het maar. Nee, Bargebeer. Ik ben maar een eenvoudige generaal. Maar dat had me niet mogen overkomen. De hele staf leunt tenslotte op jouw strategisch inzicht en je krijgskundige kennis. Ja, dat is wel zo, ja, maar daar had ik me liever niet op voorstaan, Willem. Ah, jij bent ook zo verdraaid bescheiden, ja. Bargebeer. Weet je wat, ga jij nu lekker naar bed, hè? Dan zal ik dat wachtje wel voor jou kloppen, hè? Want jij hebt morgen weer een zware dag met die manoeuvres. Ja, dat is waar, alright. Nou, hier heb je mijn spuit. Ja, dank je. Nou, ga ik maar, hoor. Absoluut. Ja, fijn. Fijn dat je doen wil, Bargebeer. Ja, hier. Neem nog een sigaartje mee voor onderweg, hè. Oh, ja. Wat ik nog zeg, Bob. Ja, zeg het maar. Zou jij morgenochtend eerst even op het hoofdkwartier willen komen? Oh. Nou, als het tenminste niet lastig is, hoor. Ja. Maar dan kun jij ons uitleggen hoe die dubbele flankbeweging met tankdekking... eigenlijk in zijn werk gaat, hè? Dat is best. Nou, hoor. Ja. Dag, Mafse, Bargebeer. Mafse. Oh, wat een fijne kerel. De zon scheen en het was warm. We waren allemaal een beetje soezerig geworden van opa's verhaal... en niemand van ons had zin om er commentaar op te leveren. Dat bleek hem niet zo lekker te zitten, want opeens stond hij op en sprak... Nou, een dode troep is het hier. Ik denk dat ik maar eens een beetje ga rondkijken. Hij voegde de daad bij het woord en was enige ogenblikken later uit het gezicht verdwenen. Toen hij na een kwartiertje weer opkwam dagen... was hij net zo opgewonden als een moeilijke jongen die zijn school voor zijn ogen ziet afbranden. Zo! Maak jullie nou je worst maar nat, mensen. Onze worst nat maken? Waar heeft u het over, vader? We gaan roeien. Ja, ik heb net een boot gehuurd van een mannetje verderop. Een grote piramagochel, daar kennen we met z'n allen in. Nou, als je mij dan maar buiten laat, ik zit hier best. Ah, we zijn niet zo kinderachtig, Henri. Vader wil ons een pleziertje doen en dan ga jij roet in het eten gooien. Oh, over eten gesproken, dan kunnen we meteen de man met kadetten meenemen, hè? Die zullen best maken op het water, hè? Nou, wie gaat er mee? Ik ben in Europa. Ik ook. Je kunt zo heerlijk dromen in zo'n bootje. Er is niets beters om tot rust te komen... dan in een boot te dobberen op een plas. Omzoomd door varens en door oude bomen... en door de geur van aarde en van gras. Je ziet de rimpels in het water kwijnen. Je voelt de koelte van het gladde vlak. Dan word je rustig en je laat je deinen. En kijkt naar een drijvend blaadje of een tak. Heerlijk in een bootje zitten dromen. Helemaal alleen met de natuur. Dat is ideaal om bij te komen. Ook al is het voor een enkel uur. Want de zon op het water en het riemen geklater genezen al je zorgen en verdriet. Heerlijk in een bootje zitten dromen, is iets mooiers, bestaat er niet.
Daar in de hoogte zie je wolken zeilen. Als schepen op een wijde oceaan. Een ruimte door geen mensenoog te peilen. En dat verzoent je weer met je bestaan. Je voelt een vreemd geluk dat steeds blijft groeien. Je bent ver weg van alles om je heen. Dan merk je hoe de stilte je kan boeien. Want in die stilte ben je niet alleen. Heerlijk in een bootje zitten dromen. Helemaal alleen met de natuur. Dat is ideaal om bij te komen. Ook al is het voor een enkel uur. Want de zon op het water en het riemen geklater genezen al je zorgen en verdriet. Heerlijk in een bootje zitten dromen. Is iets mooiers bestaat er niet. Ik denk er precies zo over, meid. Nou, komt er nog wat van, mensen? Ik popel gewoon om op het water te gaan. Gaan jullie maar, ik heb geen zin. Nee, Henri. Ik sta erop dat je meegaat, hè? Zonder jou vind ik er niks aan. Doe nou, jongen. Het is zo goed voor je. Dat heeft een moderne businessman toch brood nodig. Jij werkt al zo hard. Doe maar. Zeg, waar heb ik opeens al die hartelijkheid aan te danken? Huh? Nee, goed, vooruit dan maar. Daar ga ik ook wel mee. Gek, hè? Toen opa Bargebeer opeens zo'n vriendelijke toon tegen mijn vader aansloeg, kreeg ik al een vermoeden dat de oude komediant dat niet helemaal zonder reden deed. En die veronderstelling werd tot werkelijkheid toen we na een paar minuten lopen bij een aanlegsteigertje kwamen, waar een sterk overjarige en bijzonder morsige roeiboot tegenaan lag te dobberen. Op de steiger stond een even overjarig en morsig manspersoon ons op te wachten. Zijn gezicht was nauwelijks te onderscheiden, want hij droeg een zwart lakense pet die hem een paar maten te groot was en waar zijn kraalogen maar net onderuit kwamen. Opa nam meteen het woord. Zo, Driekers, daar zijn we dan. Voorzichtig, jongens, met afstappen, hoor. Zeg, kent u die meneer, opa? Oh, ja. Ik heb zijn eigen er straks aan me voorgesteld. Hij is gemeentesecretaris. Wat kost dat per uur, meneer? Zeur niet, Harry. Dat heb ik al lang betaald. Wat zeg je maar dan? Dat kostte maar 1 gulden. Ja, hoef je me niet terug te geven, jongen. Nee, jij bent mijn gast. Nou, dat vind ik heel aardig van uw vader. Ja. Nou, zullen we dan maar eens instappen allemaal? Statiegeld. Wat zegt hij? Statiegeld. Ach ja, dat is waar ook. Geef jij even 50 gulden, Henri. 50 gulden? Waarvoor? Statiegeld. Ja, ik krijg je over een uurtje weer terug. Ja, hoor, ja. Dat heb ik niet bij me. Ja, wat maakt dat nou uit, Harry? Oh, vandaar die vriendelijkheid van zo even. Daarom moest ik mee, hè? Oh. Ja. Enfin, alsjeblieft. Dankjewel, meneer. Veel plezier. Ho, wacht. Hé, wacht eens even, vriend. Krijg ik daar geen bewijsje van? Ja, laat die man nog gaan, Harry. Je ziet toch dat hij haast heeft. Dat bewijsje komt wel, dat komt best in orde als we de boot hebben teruggebracht. Ja, maar goed, allemaal wat je... Ja, maar maak toch niet zo'n drukte van alles. Die man is hier toch gemeentesecretaris, dat heb je zelf verteld. Nou, vooruit, de boot in. Oh, Bob, wat zijn die bankjes vies. Ja, wat wil je dan voor een gulden? Een luxe jacht? Doe jij maar af, Albert. Wacht nog even, opa. Goed je nou niet weg terwijl ik die touwen losmaak? Zo, het is er gebeurd. Au! Uitkijken, Albert, uitkijken. Je hebt nog geen zeebenen, jongen. Maar hij heeft wel een buil op zijn hoofd. Nou, u wordt bedankt, vader. Oh, die heb ik zo weg. Neem jij de riemen even over, Henri? Kom maar hier, Albert. Nee, dank u wel, opa. Het gaat vanzelf wel over. Oh, dan niet. Als je me er een kruisneetje met mijn pennenmes op laat geven, dan is het zo verslonken. Lekker fris. Goed om een infectie te krijgen. Ah, dat is nou malligheid, Greet. Ik hou dat mes toch zeker eerst in het water. Oh, ik ben knap handig in die dingen, hoor. Nou. Daar kan ik je staaltjes van vertellen. Jaren geleden, toen maakte ik als tussendekpassagier een pleziercruise op de Nieuwe Amsterdam. Nou, we zaten net in de golf van Biscayen toen er midden in de nacht een zware storm losbrak. Oh, zoiets van windkracht 18.
Nou, van slapen kwam niet veel, want ik lag gewoon als een tennisbal in en uit mijn kooi te wippen. Op een gegeven ogenblik valt er toch op de deur gebonst. Meneer Parkerbeer, meneer Parkerbeer. Ja, wie is daar? Ik ben het, de kapitein. Zou je direct in de ziekenboek kunnen komen? Ja, wat is er dan gebeurd? De hondenwacht is in het kraaiennest geduikeld. Hij heeft zich lelijk bezeerd. Oeh, la la, dat is niet zo mooi. Maar er is toch medische hulp aanwezig? Ja, dat wel. De scheepsdokter is erbij en de verpleegsterzuster Cato. Maar die zijn allebei op van de zenuwen. Ze durven geen hand uit te steken. Ja, die schuit, die slingert zo. Ja, het is bar weer, hè. Wacht, ik zal even de broek aanschieten. Ach ja, het verdraait weer deel van u, meneer Bargerbeer. Ja, u moet weten, ze hebben hem op de operatietafel gelegd. Maar er is hij al twee keer afgekwakt. Ja, daar kan ik me indenken. Zo, klaar. Ga met je mee, kapitein. Graag, graag. Oh, eindelijk. Gelukkig dat u er bent, meneer Bargerbeer. We zitten lelijk omhoog. Ja, dat hoor ik, dokter. Waar is de patiënt eigenlijk? Huh? Ja, waar is hij? Oh, bliksem, dan ligt hij alweer onder de tafel. Help eens even, mensen. Mooi zo. Mooi zo. Hé, waar zit zuster Cato nou weer? Hier. Onder tafel, dokter. Ik ben met optillen van de patiënt onderuit gegaan. Ja. Nou, we zullen maar er eens kijken. Ja, rustig blijven, vriend. Rustig blijven, hè. Wat is dat nou? Doet het hier pijn? Ja, juist, dat dacht ik wel. Het heupbeen is geschoffeerd. Canasta vertebrosis. Meent u dat al, collega? Ja, zeker, zeker. We moeten direct opereren. Zuster, heb u wat oude jenever bij de hand? Jawel, dokter Bargerbeer. Schenk maar een flink glas vol, hè? En vlug. Die man heeft pijn. Is al gebeurd, dokter Bargerbeer. Zal ik zijn hoofd vasthouden terwijl u het erin giet? Ja, dat is goed. Dan kan ik het op mijn gemak nuttigen. Nou, dat is lekker. Het is er ook echt weer voor. Dokter, als u nou even de neurose toedient, hè? Dan kan de zuster me assisteren. Graag, professor Bargerbeer. U maakt me helemaal kalm, weet ja, u dat? Ja, niet zanneke, zuster, niet zanneke. Heb u de patiënt onder neurose, dokter? Jawel, collega. Mooi. Dan beginnen we. Tuinschaar? Tuinschaar. Ja, juist. Eventjes de fluctuales mangitis op zijn plaats houden. Tricipes kantelen. Zo. Schuimspaan. Schuimspaan. Oh, de cerebralis is iets wat ontzet. Ja, ik zie het, collega. Hij is geleerd. Ja, ik zal hem even secteren. Huh? Nee. Zou u hem niet eerst uitwieden, nee, collega? Nee. Anders compliceren we de schamrakkes. Zo. Wasknijpers. Wasknijpers. Mooi. Hier ook eentje. Nou, nog even dichtgooien. Rammen nas spannen. Zo, klaar. Leg hem aan in bed. Is het al gebeurd? Ja, wat dacht je dan? Oh, wat ontzettend knap, professor Bargerbeer. Als we u niet ja, hadden gehad... Onzin, zuster, onzin. Het was de moeite niet. Wat wou ik zeggen? Waar kan ik de handen even wassen? Dat noemt hij de moeite niet. Nee, collega. Zo komt u er niet vanaf. Dit was de wonderbaarlijkste medische ingreep die ik ooit heb meegemaakt. Dit was medisch een sensatie, een enorme operatie die zijn weerga in de wereld nog niet vond. Welk een scherpe diagnose, een techniek zo uitgeplozen waar ik nog niet eens van wist dat ze bestond. Al bezocht u dan geen universiteit, toch wordt straks uw roem alom door mij verbreid. Al heeft u dan geen bul en draagt u ook geen titel, toch bent u knapper dan Louis Pasteur. Ik voel me maar een nul, een medicijn, een bietel. Bij u ben ik gewoon een amateur. Toen ik u een weg zag banen door dat oerwoud van organen, wist ik dadelijk, daar staat een bolleboos. Ik ken vele esculapen, maar ik heb me staan vergapen aan dat meesterschap. Zo knap, zo grandioos. Ook al heeft geen hogeschool u ooit geëerd, bij uw naam behoort het woordje...
zeer geleerd. Al heeft u dan geen bul en draagt u ook geen titel, toch bent u knapper dan Louis Pasteur. Ik voel me maar een nul, een medicijnenbietel. Bij u ben ik gewoon een amateur. Nou, niet overdrijven, dokter. Wat ik nog zeggen wou, als de patiënt bijkomt, geef hem dan om het uur een maatje lauwe brandewijn. Hè? Dan is hij zo weer opgeknapt. Het komt in orde, collega Bargebeer. En nogmaals heel veel dank. Terwijl opa Bargebeer zijn medische kennis uit de doeken deed, had mijn vader de hele plas rondgeroeid. Maar toen we eindelijk weer het steigertje naderden, stond er in plaats van de bejaarde botenverhuurder Driekes een welgedane agent op ons te wachten. Hé, hey, de politie, wat krijgen we nou? Jij moet er eens leren doordenken, Henri. Wat nou? Die agent komt natuurlijk van de gemeentesecretaris om jou die 50 gulden statiegeld terug te geven. Zou het? Ja, licht. Let maar eens op. Dag, agent. Dag, meneer. Bent u de verantwoordelijke persoon in dit gezelschap? Nee, dan moet je bij mijn schoonzoon zijn. Daar kun je mee afrekenen. Dat zullen we dan maar doen ook. Mag ik uw naam, meneer? Mijn naam? Ja. Harry Tickers. Huh? Maar wat heeft het te betekenen, agent? Juist. Henry Tickers. Ja. Uw adres? Is Lindelaan 12. In Schermerdam. Maar waarvoor is dit nodig? Voor het proces verbaal natuurlijk, meneer. Proces verbaal? Vanwege wat, agent? Vanwege het zich wederrechtelijk toe-eigenen van andermans bezit, meneer. U wilt toch niet zeggen dat deze boot uw eigendom is, wel? Nee, ik heb hem gehuurd. Hij heeft hem gehuurd? Ik heb hem gehuurd. Dat is helemaal mooi. Stilte. Zo. Hij is dus gehuurd. Ja. En van wie dan wel? Van de gemeentesecretaris. Driekes. Ik heb hem notabene 50 gulden statiegeld gegeven. Heeft u daar een bewijs van, meneer? Nee, hij was al weg toen ik hem wilde vragen. Agent, op mijn woord. Wacht eens even. Was het een schriel kereltje? Ja. Met een zwart lakense pet op? Ja, dat klopt, agent. Een heel kwiek ventje. Juist. Dan weet ik al wie het is. Dat is de derde keer dat hij het flikte, 5 dagen. Ja? Dan gaat u vrij uit, meneer. Om je te bescheuren. Wat een mop. Maar daar ben je mooi ingetippeld, Henri. Niet om het een of ander, maar dat zou mij nooit kunnen gebeuren. Wel, alles. Goed, wij spreken elkaar straks nog wel, hè? Ja, maar hoe krijg ik nou mijn geld terug, agent? Nou, dat zal niet meevallen, meneer. Die persoon is niet helemaal, verantwoordelijk voor zijn daden. Ja, dat geld, dat is al lang verbrast. Ja, ik wil me er nou niet mee bemoeien. Ja, dat is heel verstandig, Greet. Dat doe ik ook niet. Ja, goed, maar ik wil mijn geld terug. Hoe heet die persoon, agent? Hoe heet die? Daantje Dakkers, meneer. Juist. Ja. U vraagt me gewoon naar dorstige Daantje, hè? Dan weten ze het wel in het dorp. Hij wordt door niemand hier ernstig genomen. Ja, door mij wel, hoor. Ik zal hem leren. Doe me nou toch een plezier, Henri. Waarom nou zo'n heerlijke dag vergallen voor zo'n faciliteit, hè? Laat die oude stakker toch lopen. Wat, oude stakkerd? Durf jij die flessentrekker die mij 50 gulden heeft afgepold een oude stakker te noemen, hè? Nou, blaas je nou maar niet op, Henri. Die man wist toch niet wat hij deed? Ja. Dat is een stumpert. Dat noem ik een zielepoot. Ja goed, maar die zielepoot kost mij 50 gulden. Ach man, zo is het. Stel je toch niet aan, man. Heb je één keer iets goeds gedaan in je leven? Ja. Je kan me wat, weet je dat? Ja. Heren. Rustig aan. Toen we eenmaal op weg naar huis weer in de auto zaten, zei niemand een woord meer. Vader en opa Bargebeer waren letterlijk en figuurlijk uitgeblust door hun onvrijwillige bad. En het proces voorbaar was toch nog doorgegaan. Maar nu vanwege het ongrondwettig te water laten van een ambtenaar in functie. Maar toen we vlak bij huis waren, deed opa Bargebeer toch nog even zijn mond open. Greet. Wat is er, vader? Hij nog een kadet voor me? Nee, vader. Ze zijn op. Oh, jammer. Ik had nog best trek. Enfin, het was toch een heerlijke dag. MUZIEK
Wenst u advies of goede raad of slechts een troostrijk woord? Dan is er ook al lijkt het laat geen man nog overboord. Wendt u tot Barend Bargerbeer, zijn kennis is zo groot. Want Barend helpt u zonder meer van het walletje in de sloot. Ja, Barend helpt u zonder meer van het walletje in de sloot. Dit was de derde aflevering van De Wereld van Barend Bargerbeer. Complicaties rondom een merkwaardige persoonlijkheid, omschreven en van muziek voorzien door Amy Lopez. De rolverdeling was als volgt. Barend Bargerbeer, Wam Heskes. Henri Tikkers, Jan Borkes. Greet, zijn vrouw, Wiesje Bouwmeester. Hun kinderen Albert en Nettie, Hans Karsenbarg en Trudy Libozan. Oscar, de kapper, Paul Deen. De generaal, Constant van Kerkhoven. Een dokter, Dries Krijn, een verpleegster, Joke Hagelen, een ober, Harry Bronk en een scheepskapitein, Jos van Turenhout. Aan de vleugel zat Peter Kellenbach. De regie had Dick van Putten. Wenst u advies of goede raad of slechts een troostrijk woord? Dan is er ook al lijkt het laat geen man nog overboord. Wendt u tot Barend Bargerbeer, zijn kennis is zo groot. Want Barend helpt u zonder meer van het walletje in de sloot. Ja, Barend helpt u zonder meer van het walletje in de sloot. De wereld van Barend Bargerbeer. Complicaties rondom een merkwaardige persoonlijkheid, omschreven en van muziek voorzien door Amy Lopez. Schop is troef. Mm-hmm. Ik neem hem op. Jij komt uit. Schoppenboer. Oh, dat begint al goed. Enfin, eventjes denken. Spelen, vader. Bekkelaverjas, hoef je niet eventjes te denken. Nee, jij niet, maar ik toevallig wel, Henri. Als ik nou er is... Hè? Is iemand aan de deur? Zaten we net zo gezellig te kaarten. Albert, doe jij even open. Nee, laat maar zitten. Dat is voor mij. Dat zal meneer Nierkoker zijn. Nee, excuseer even. Hm? Wat zeg ik dan? Nierkoker? Wie is dat? Geen idee. Ja, het zal wel een of andere bekend zijn. Kom binnen, Nierkoker. Ja, zet je zo staan maar neer. Goedenavond. Goedenavond, meneer. Dat is mijn familie. Mijn dochter, mijn schoonzoon en mijn kleinkinderen. Dit is meneer Nierkoker van de firma Kloppenborg en Peekhout. Hoe maakt u het? Ja. Wilt u niet gaan zitten? Nee, Greet. Laten we daar nog niet aan beginnen. Hij komt er niet om te zitten. Nee, hij moet me eerst afpassen. Maak die doos maar open, Nierkoker. U heeft het misschien even min begrepen als wij. Wij, dat is de familie Tikkers. Henri Tikkers, mijn vader, Greet Tikkers Bargerbeer, mijn moeder, mijn zusje Nettie en ik, de zoon Albert. En niet te vergeten, hoe zou ik dat trouwens kunnen, de spil waar alles om draait, opa Bargerbeer. Rest nog de vraag, wat zat er in die doos waarmee de ons onbekende heer Nierkoker zo onverwacht ons huis betrad? Nou, wat zegt u ervan, meneer Bargerbeer? Nou, het ziet er goed uit. Moet ik de broek ook aantrekken? Nou, dat lijkt me wel noodzakelijk, meneer Bargerbeer. Oh ja, dan moeten jullie eventjes de kamer uit. Zeg, wat heeft dat te betekenen? Wat is dat eigenlijk een... Oh, kostuum. Jij ziet ook alles, Henri. Wat staat nou voor bijzonders aan? Nou ja, niet veel, maar waarom hebt u dat nodig, vader? Ja, dat moest eigenlijk een verrassing blijven, Henri. Wat? Ja, je mag het nou wel weten hoor. Ik heb het speciaal voor jou laten maken. Wat is dat voor mij? Hoe bedoelt u dat nou? Precies wat ik het zeg. Ik heb dit rokkostuum laten aanmeten vanwege jouw 25-jarig jubileum met de firma Sautern. Dat zeg je wel. Ja. We zijn toch allemaal op het diner genodigd? Ja, dat wel. Nou. Het gaat toch om je prestige, Henri. Als jouw schoonvader een picobello uitziet, dan leg jij er weer mee in zodoende. Op die manier. Ah, lala, ja. Nou, ik vind het fantastisch, vader. Het moet wel een heel offer voor u zijn. Dat is het zeker, Greet. Maar ik heb er graag voor over, hoor.
Ik hoop alleen nog maar dat Henri het ook zal waarderen. Ja, natuurlijk, vader, waardeer ik het natuurlijk, maar voor die ene avond had u er immers al die kost in hoeven te maken. Hè? Zeg, meneer Neerkoker, neem me niet kwalijk, maar op hoeveel komt zo'n rokkenstuum eigenlijk wel niet? Hè? Op 645 gulden, meneer Tikkers. Alsjeblieft, alsjeblieft. Zoveel geld. Nou ja, voor het vader, ik vind het een werk. Mooie zesde hoor, maar dat had u toch werkelijk niet hoeven te doen. Wat maakt dat nou uit? Ik heb toch maar één schoonzoon. Nou ja, goed, maar... Trouwens, ik heb met de firma afgesproken dat je het in drieën mag betalen. Mensen, de kamer uit. Ik moet die broek aantrekken. Ho, ho, ho. Wacht jij even. Zei jij dat ik het in drieën mag betalen? Jazeker, Henri. Dat is toch een stuk makkelijker, jongen. Er komt hoogstens een klein bedragje aan rente bovenop. Ah, ben je helemaal stapel geworden? Dacht jij dan werkelijk dat ik me door jou... Wat zeg je me daarvan? Hoe kan het zijn eigen over zo'n kleinigheid zo opvinden? Kom maar neer, Koker. Zullen we die rok wel in mijn kamer afpassen? Dan is het tenminste rustig. Toen vader de volgende morgen nog steeds op van de zenuwen naar kantoor was vertrokken, besloot moeder om opa Bargerbeer eens ferm onder handen te nemen. Daar kwam helaas niet al te veel van terecht. Nee, vader. Nee, vader. En of u nou hoog of laag springt, u had het niet mogen doen. Waarom nou niet, Greet? Jij gaat toch ook niet in een oud jurkje naar de feestje, hè? Psychologisch bekeken is dat... Schijn nou toch uit, vader. Wat weet u nou van psychologie? Oh, meer dan je denkt. Ik heb psychiatrie in de praktijk beoefend. Omdat u 8 maanden boven een psychiater heeft gewoond, hè? Ja, maar weet je dat die man me telkens naar beneden haalde als hij weer eens een keertje met zijn hand in het haar zat? Bargerbeer! 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 Moeilijkheid, hè, Kalkmeijer? Oh, Bargerbeer, ik heb nou weer zo'n eng geval op mijn bank liggen. Zou u niet even bij willen komen? Ja, ik ben maar een gewone psychiater, maar jij bent veel knapper dan Freud. Ja, dat weet ik ook wel, Kalkmeijer. Enfin, ik kom er al, hoor. Zo, mevrouwtje. Dit is de vermaarde psychopater Bargerbeer, die u even van uw trauma komt afhelpen. Oh, hoe is het ermee, hè? Wat heerlijk. Ik heb zoveel goeds van u gehoord, dokter. Ja, ik ook, ja. Vertel eens, wat zijn de klachten? Oh, dokter. Ik doe al in geen maanden een oog dicht. Zodra ik in bed lig, krijg ik geestelijke scheuten. En dan ga ik zo beven dat mijn man eruit valt. Ja, ja. Daarna hoor ik dan een doordringend gejank en blaffen. Merkwaardig symptomen, vind je niet, collega? Ja, ja, maar ach, het lijkt me in ieder geval geen trauma. Oh, nee? Nee, dat is gewoon een singulaire bewustzijnsvernauwing... op basis van een rancunefrustratie volgens de these van Sprongbak en Bollepieper. Oh, Bargerbeer, wat ben ik weer blij dat ik jou erbij gehaald heb. Ja, onzin, Kalkmeijer. Ik ben ook maar een gewone tipperreut. Nee, Bargerbeer. Nee, jij weet best dat jij een groot geleerde bent. Stil nou, Kalkmeijer. Pardon. Wees nou eens even stil. Ik zal u een eenvoudig dieet voorschrijven, mevrouwtje. Ah, dokter. Wanneer is dat beven eigenlijk begonnen? Toen ik de eerste rekening van dokter Kalkmeijer kreeg. Huh? Voor die tijd was ik alleen maar wat nerveus, dokter. Ja. Ah, juist. Wat die hond aangaat, ja, die zijn een tijdje het huis uit moeten doen. Hoe weet u dat ik een hond heb, dokter Bargerbeer? Nou, wie zou er anders moeten blaffen als je man uit het bed valt? Ah. Dat kan hij moeilijk zelf doen. En kijk eens, er zit een hondenhaar op je wang. Nou, dokter. Zeg, waar slaapt dat beestje? In een mand voor ons bed. Oh, dan valt je man dus elke keer bovenop hem als je hem het bed uitbeeft. Ah, nou, dat beestje zal ook wel aan een zenuwinstorting toe zijn. Stuur hem ook maar eens bij me. Nou, dokter, de volgende keer neem ik hem mee. U bent werkelijk geweldig, weet u dat? U heeft mij psychisch opgeknapt en opgelapt en afgeschrapt. U decimeerde mijn morele kater. U heeft mij geestelijk opgefrist, de zorgen uit mijn ziel gevist. Dat kan alleen een prima psychiater. Alsof u dat nog niet voldoende vond... Cureert u ook het trauma van mijn hond? Dank u zeer, Bargerbeer. Uw behandeling was veel meer dan alleen maar een bekwaam.
de diagnose. Ik ben blij, ik ben vrij, al mijn zorgen zijn voorbij. Want u plukte mij een vuil boeket neurozen. U heeft mijn innerlijk geschraagd en mijn problemen weggevaagd. Ik voel me nu weer als een duivenbeertje. U jaagde met één enkel woord mijn angstcomplexen overboord. Voor mij bent u van nu af aan het heertje. Ik voel me dankzij u voorgoed verkwikt. Dat had professor Freud zelfs niet geflikt. Dank u zeer, Burger Beer. Uw behandeling was veel meer dan alleen maar een bekwame diagnose. Ik ben blij, ik ben vrij, al mijn zorgen zijn voorbij. Want u plukte mij een vuil boeket neurozen. Er zijn nu een paar dagen verstreken, maar de gemoederen zijn nog steeds niet tot bedaren gekomen. Vader vertikt het eenvoudig om het woord rechtstreeks tot opa Bargebeer te richten. Hij doet dat via derde, het welk tot merkwaardige dialogen leidt. Nettie? Ja, pa? Vraag eens aan je grootvader of hij de krant dan nog niet uit heeft. Goed, pap. Opa? Ja, kind? Vader vraagt of ik u wil vragen of u de krant nou nog niet uit heeft. Nee, kind. Zeg maar aan je vader dat hij even geduld moet hebben, omdat ik aan de voetbalverslagen bezig ben. Goed, opa. Vader, opa vraagt of ik u wou zeggen dat u even geduld moet hebben, omdat... Laat maar zitten, Nettie. Zeg maar aan je grootvader dat hij geen dingen lezen moet waar hij geen verstand van heeft. En zeg jij maar aan je vader dat hij me doet... En nou is het afgelopen. Ik duld dit niet langer. Jullie lekker maar kinderen. Dan heb ik nog veel liever dat jullie helemaal niet tegen elkaar praten. En toch kan ik... Vader! Goed. Het is hier warm in de kamer, hm? Zei je wat, Albert? Nee, opa, hoezo? Oh, ik dacht dat je me iets wou vragen over de voetbalcarrière. Nee, opa, ik wist helemaal niet dat u gevoetbald heeft. Nou ja, gevoetbald. Ik ben maar één keer in het Nederlands elftal uitgekomen, hoor. Albert, laat je niet gek maken. Je grootvader is een tijdje terreinknecht in het Olympisch Stadion geweest. Dat noemt hij zo'n voetbalcarrière. Ja, dat is toch geen schande, Greet? Terreinknecht is een heel eerbaar beroep. Oh, u bent natuurlijk in het Nederlandse terreinknechtenelftal uitgekomen, nee, opa. Nee, Albert, zonder gekheid. Ik heb in het officiële Nederlandse elftal gespeeld. Hm? Ik was inderdaad terreinknecht in het Olympisch Stadion. Nou, op een zondagmiddag, vlak voor een Holland-België-wedstrijd, hè. Toen komt meneer Kraamvogel van de KNVB naar me toe. Oh, jou moet ik net hebben, Bargebeer. Jij moet direct met me mee. Ja, maar ook hè, dat nou, meneer Kraamvogel. Ik moet de hele grasmat nog persifleren. Hè? We zitten allemaal mols open in. Oh, dat doet de keuzecommissie wel. Bargebeer, wij zitten in ernstige moeilijkheden. Kijk, Bakstra, onze middenvoer, heeft bij het aantrekken van zijn broekje zijn witte kuitspier verrekt. Jij moet zijn plaats in. Nee, ik? Doe me nou plezier, meneer Kraamvogel. Ik heb 18 jaar lang geleden nog het laatst gevoetbald. De derde elftal van de Canadammer Boys. Niets mee te maken, Bargebeer. Ik heb je van de week op het bijterrein van het stadion een balletje zien trappen en dat was voor mij voldoende. Je laat het vaderland toch niet in de steek, Bargebeer. Ja, als je het zo stelt. Dan moet het maar, hè? Haha, ik wist het wel, Bargebeer. Wat zal het publiek blij zijn. Ik laat het heugelijks nieuws meteen omroepen. Ga jij even vast verkleden. Ongelooflijke dingen in het stadion. Daar is Barend Bargebeer weer doorgebroken. Met een paar onafvolgbare schijnbewegingen heeft hij de bel van de verkeerde kant opgestuurd. Eén holter zelfs het stadion uit. Daar tilt Bargebeer zijn been erop. De Belgische keeper slaat in wanhoop de handen voor de ogen. Een loeier. Goal! Nee, tegen de latluisteraars. Maar... Daar geeft Bargebeer de bal alweer terug. Hij laat hem van zijn linker op zijn rechter wenkbrauw stuiten. En daarna via buik en broek naar zijn tenen rollen. Ja! Goal! Luisteraars, dat is dat mooi geweest. Wat is dat fantastisch.
Wat een doelpunt, dames en heren luisteraars. Met een slag die tot in Loosduinen te horen moet zijn geweest, heeft Baren Belgerbeer, Barger Ballig, ik bedoel Barger Beer, voor de 9e maal het Belgische doel doorboord. 9-0 luisteraars. De Nederlandse spelers zijn dol van vreugde. En daar, ja luisteraars, daar zie ik Paas Wilkes, Barger Beer op de arm nemen en als een kind naar de middenstip terugdragen. Een koddig tafereeltje, dames en heren, maar tegelijkertijd een ontroerend bewijs van saamhorigheid. 9-0, dames en heren, het is haast niet te verwerken. Als u nagaat, de wedstrijd is pas 4 minuten aan de gang. En daar, daar gaat Barger Beer, ja, alweer met de bal op de voeten gekleefd. Als schichtige zenuwlijst rennen de Belgenen weer om hem tegen te houden. Maar Bargeveer schopt ze opzij alsof het duinkeruinen zijn en vervolgt zijn weg naar het vijandelijke doel. Waar de keeper nu haastig zijn burgerpak aanschiet om zich uit de voeten te maken. En daar luisteraars, daar zie ik het zwaar behaagde been van Bargeveer weer uitschieten. Ja! Toen het relaas van opa Bargeveer ten einde was, zaten we nog maar met z'n tweeën in de kamer, hij en ik. De rest van de familie was naar bed gegaan. Maar toen ik opstond om ook te rusten te begeven, hield hij me aan de mouw vast. Albert, luister eens. Ik moet je wat zeggen. Wat bedoelt u, opa? U kijkt opeens zo ernstig. Ik ga hier weg. Ik ga weer op mijn eigen wonen. Dat meent u toch niet? Maar waarom nou? Omdat het zo niet langer gaat, Albert. En wat je vader alsmaar meer een hekel aan me krijgt, jongen. Ah, daar geloof ik niks van, opa. Ja, natuurlijk is hij kwaad op u vanwege dat rockkostuum dat hij op zijn kost heeft laten maken. Ja, ik had dat niet moeten doen. Ik had ook nog eens Piet Zing gestudeerd. Voor die feestavond ter ere van zijn 25-jarig jubileum. Ja. Alle garen voor niks. Enfin. Goeienacht. Opa nog niet beneden? Nee, schat. Ja, anders zit hij altijd het eerst achter zijn bordje. Ga eens boven kijken, Nettie. Ja. Zeg, hij zal toch niet ziek zijn? Oh, nee, zeg. Onzin. Die mannen zijn zo sterk, hoor. Zeg, hij is er niet. Huh? Zijn kamer is leeg en zijn kleren zijn weg. Hoe kan dat nou? Nettie, wat heb je er in je hand? Envelop. Er staat voor Henry op. Ja, dat ben ik. Zullen we zien? Tegen de dicht geplakt, hè? Als je maar nou, jongens, het is geld. 1, 2, 3, 4, 6. Beste Henri, ik heb dit huis voorgoed verlaten. Ingesloten bedrag dient om rekening rockkostuum te betalen. Je schoonvader. Begrijp ik. Het is allemaal jouw schuld, Henri. Wat nou mijn schuld? Dan moet je even ophouden, Geet. Ik heb hem toch het huis niet uitgejaagd? Zo, wacht eens even. Ik zeg goedemorgen. Ja, ik had mijn portines vergeten. Ik ben zo weer weg. Vader, hoe kon je nou zoiets doen? U heeft er een onderdak. Ja, maak je maar geen zorgen, Greet. Ik ben weer terug bij juffrouw Amsteker. Ben ik altijd in pension geweest. Het mens was geregeld in de wolken toen ik met mijn koffertje kwam aanzetten. Hey! Wat is dat voor een lawaai op zo'n mens onterend uur? Dat zijn qua jongensstreken om een oude vrouw midden in de nacht te gaan pesten. Hou jij nou op? Oh, ik ben helemaal buiten mijn trammetanen. Ik bel de politie, hoor. Ik ben het, juffrouw Amsteker Bargerbeer. Waar is Bargerbeer? Oh, bent u het? Nou, zeg dat dan. Oh, meneer Bargerbeer, wat een heerlijke verrassing. Kom toch gauw binnen. Ik ga meteen lijstjes voor u bakken. Zeg, ga je nog een kamer vrij, juffrouw Amsteker? Nou, voor u toch altijd. U krijgt mijn beste kamer. Ik gooi dat gezinnetje dat erop zit er meteen. Nou, ja, dat hoeft niet op stellen sprong, hoor. Het is midden in de nacht, 10 voor 3. Ah, waarom nou niet, meneer Bargerbeer? Ik haal mijn andere huurders ook uit de bed. Oh, wat zullen ze opkijken als ze u zien? Ik ga mijn huurders wekken en gauw de tafel dekken.
Wie had zo'n verrassing nou verwacht? We gaan het huis versieren en uw terugkomst vieren. Al is het dan ook midden in de nacht. Als de bewoners kennis nemen van uw kloek besluit, dan schreeuwen ze uit de volle borst de levensvreugde uit. Oh, wat een eer dat u terug bent, dat u terug bent. Oh, wat een eer dat u terug bent, Bargebeer. Uw wijsheid en uw tact, uw doorzicht en uw charme zijn steeds nog onverzwakt. Kom weer in onze armen. Oh, wat een eer dat u terug bent, dat u terug bent. Oh, wat een eer dat u terug bent, Bargebeer. U mag het rustig weten. We zijn u nooit vergeten. U heengaan was voor ons een bittere pil. We misten uw verhalen. De sfeer in hier verschalen. Die werd na uw vertrek bedompt. En stil, we waren zo mistroostig. En we zaten in het slop. Maar nou is alles goed. We kennen ons geluk niet op. Oh, wat een eer dat u terug bent, dat u terug bent. Oh, wat een eer dat u terug bent, Bargebeer. Uw humor en esprit gaan wonderen verrichten. De wonk van uw genie zal ons bestaan verlichten. Oh, wat een eer dat u terug bent, dat u terug bent. Oh, wat een eer dat u terug bent, Bargebeer. Nadat opa Bargebeer het relaas van zijn herintrede in juffrouw Wamstekers pension had gedaan, ging hij naar boven, haalde zijn bottines, kwam weer naar beneden, knikte ons vriendelijk toe en verdween onder doodse stilte. Weg. Ik zal hem missen. Ja, 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 ik ook, ja. Meen je dat werkelijk, Henri? Mm-hmm. Klinkt misschien ongeloofwaardig, maar ja, ik ben toch op hem gesteld, ja. Maar maak je geen zorgen, Geert. We zien hem waarschijnlijk eerder terug dan je denkt, hoor. Ja, we zagen hem inderdaad eerder terug dan we dachten. 2 dagen later vierde mijn vader zijn 25-jarig jubileum bij de firma Sauterne. Hij werd op kantoor uitvoerig gehuldigd en 's avonds gingen we met ons vieren naar Hotel de Zilveren Zwaan, waar het feestdiner zou plaatsvinden. En toen we daar binnenkwamen... Afijn, ik pik een plezier op mijn heup, hè. En daar ging die hoor. Op zijn brede rug. En daarna had ik hem meteen in de hand gegrepen. En toen meneer Bargebeer? Nou ja, hij moest natuurlijk aftikken, hè. Want zijn ademsappel is al dubbel. Hij vraagt me waar ik dat geleerd had. Ik zeg, Geesink, jongen, ik kende al judo voordat jij geboren werd. Als je me nou... Vader... Met zijn rok aan. Het staat opa goed. Wat enig dat hij gekomen is, hè? Ja. Maar geen mens die op ons let. Ah, daar hebben we de jubilaris met zijn gezinnetje. U ook nog gefeliciteerd, mevrouw Dekkers. En jullie ook, kinderen. Oh, dank u wel, mevrouw Sauterne. Oh, wat is die tafel prachtig gedekt. Nou, mijn man wordt wel in het zonnetje gezet. Nou, want dat heeft u ook verdiend. Nou, kom, mevrouw Sauterne. U mag me gewoon verlegen. Oh, monsieur, moi, mon cher. Zeg, uw vader is er ook al, mevrouw Dekkers. Oh, dat hebben we gezien, ja. Hij schijnt het nogal druk te hebben. Oh, wat is toch zo'n heerlijke man. Zo geestig en afgeruimd. Gewoon de soul op de party. Ja, mijn man is zo blij dat hij die zakelijke overeenkomst met hem gesloten heeft. Pardon, mevrouw, zakelijke overeenkomst. Mag ik vragen, wat heeft dat te betekenen? Ja. Dat moet u maar aan hem zelf vragen. Mannie. Huh? Eduard. Ogenblikje, lieve. Ik ben op het ogenblik even in gesprek. Oh, pardon. Dat is verder, Bargebeer. Nou, afijn, ik loop die saloon in Santa Fe binnen. En ik voel meteen dat er onheil in de lucht hing. Hi, Franklin! Wat je een drink? Kop koffie. Wat is er hier aan de hand? Ah, we hebben een soft, sir. De sheriff is gevlucht. Hoe komt dat zo? Nou, hij kreeg zenuwstoornissen en een morele inzinking. Het dorp werd al jaren geterroriseerd door de bende van zwarte bellen, hè? En de sheriff kon er gewoon niet meer tegenop. Hoi, Molly. Hallo, die vreemdeling jou lastig? Ja, wel nee, Jim. Hij komt net binnen. Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Bargebeer. Hé? Nog niet Baren Bargebeer? Hoor je dat, Molly? Oh, hoe bestaat het? Ha, we hebben veel van u gehoord. Zegt de koffies van het huis, hoor. Hé, maar wat is dat voor nodig? Ik wil hem even goed zelf betalen. Kijk hem maar aan! Hier, kruip onder die tafel, Bargebeer. Ja, zeker. En mijn koffie koud laten worden, ik denk er niet aan. Hoe
wel. Wel, kijk eens aan. We hebben een help. Ja. Helder is aan mijn schoonzoon wat wij samen besloten hebben. Je schoonvader gaat een boek schrijven, Tikkers. Ja. Zijn levensgeschiedenis, zogezegd. Zo. En ik financier de uitgave ervan. Oh, ja, juist. Dat wist ik niet, meneer Soutel. Oh, dan weet je het nu. Oh, excuseer me even. Ik moet nog iets regelen voor we aan tafel gaan. Ik heb je wel door. Hou op, Lechter. Griete mensen. Zul jij? Boek schrijven, hè? Je kunt alweer je eigen naam spellen. Dan weet ik meteen hoe jij in dat geld kwam voor die rok. Dat heb je meneer Soutern afgebold. Dat was jouw zogenaamde voorschot, hè? Dat gaat je alles geen moer aan druilen, hoor. Als ik een boek wil schrijven... Ah, wat staan jullie daar saapjes te fluisteren? Oh, die mannen onder elkaar toch. Het zal wel weer iets ondeugend zijn. Maar het is tijd om aan tafel te gaan, hè? We komen, mevrouw Soutern, ja. We komen. Ogenblik, alstublieft. Ik moet mijn schoonvader nog even hebben. Ik heb genoeg van die streken van jou. Het is voorgoed nu verkeken voor jou. Want ik ben een dupeu. Denk eens Kaan, en Solieu, die zijn niets vergeleken bij jou. Het is gedaan met die kuren van jou. Ik kan niets meer verduren van jou. Hou me niet aan de lijn, pak je jas en verdwijn. Ik heb genoeg van die streken van jou. Ik heb genoeg van die streken van jou. Al sta ik dan te fluisteren, toch zult jij naar me luisteren. Jouw koortsverhalen worden met de bar. Al lieg je nog zo meesterlijk, jij bent moreel en geestelijk en rauwe, onbehouwen, ouwe knar. En nou betrek je ook mijn baas nog in je spelletjes. Dat slik ik niet, versta je dat? Dat pik ik niet, begrijp je dat? Het is nu welletjes. Ik heb genoeg van die streken van jou. Het is voorgoed nu verkeken voor jou. Want ik ben het die beu. Denk eens Kaan, Richelieu, die zijn niets vergeleken bij jou. Is gedaan met die kuren van jou. Ik kan niets meer verduren van jou. Hou me niet aan de lijn, pak je jas en verdwijn. Ik heb genoeg van die streken van jou. Ik heb genoeg van die streken van jou. Zo, wat je zegt, Henri. Nou, jij ook je zin, hoor. Ik ben al weg. Nee, vader. U blijft. En nou allemaal aan tafel en geen praatjes verder, anders loop ik weg. Ja, maar Henri wil niet dat... Alright. Maar ik doe geen mond meer open. Dat laatste viel nogal mee. Voordat er een kwartier van het diner verstreken was, had opa Bargebeer al het hoogste woord. Zodat niemand van de overige gasten aan een toespraak toekwam. Er volgen nu enige momentopnamen, welke ik u niet mag onthouden. Tijdens Dordeuvre was alles nog rustig, maar bij de soep... Ja, fijn, ik zeg, die dubbele rietberger, hè, die moet je anders doen, hè. Je heupspieren, die spelen niet mee. En die kniegewrichten, die moeten veel losser. En zij knikken, hè. Ja, u bent de enige die dat opmerken, meneer Bargebeer, zegt ze. Jij kan een hoop van je leren, hoor. Waarom wil u nog geen partner worden, ik zeg... Daar heb ik toch geen tijd voor, Sjoukje. Maar ik zal je zo nou een paar lessen geven, hè? En zij blij. En bij de Tournedos Stroganov met salade en beriaan? Nou, ik kijk op. En ik zie dat dokter Euwe lijkbleek over zijn bord gebogen zitten. Ik vraag, wat is er, Max? Hè? Heb je moeilijkheden, jongen? Hij staart me aan. Hij zegt... Dat is de vierde partij waarbij je me van het bord veegt. Lasker, Aljechin, Landauer, ik heb ze allemaal aangekend. Maar tegen jou durf ik niet meer te schaken. Laat me maar gaan ganzen worden. En bij de Solpoche à la Jardinière? Ik zeg nee, Grey. Die toon zit heel gaar verkeerd. Dat sleutelbeentje van je, hè? Dat moet in een andere stand... Omdat je correlatuur anders veel te veel uitstaat. Afijn van Zwol komt erbij en die zegt, Bargebeer heb gelijk. Doe nou maar wat hij zegt. En bij het ijs? Nou ja, laat ik eerlijk zijn. Van Hal, die was me reuze dankbaar. Ha, Bargebeer, hoeft hij, dat is nou precies het ontwerp voor een Amsterdamstadhuis waar we op zitten te springen. En bij de koffie? Ja. Jullie mogen gerust weten dat ik heel eventjes schrok, hè? Toen hij het vroeg, ik zeg, een ambassadeurspost in Washington. Dat is geen kleinigheid, Marijn, hè? En hij maar aan het soepatten en smeken. En bij de... Ach nee, laat ik hem mee ophouden. Toen we diep in de nacht op weg naar huis waren, zei moeder opeens... Ah, het is koud. Als vader dan maar genoeg dekens op zijn bed heeft in dat pension.
En toen ik een kwartier daarna eindelijk in bed lag, kwam vader mijn kamer binnen, legde een dikke envelop op mijn nachtkastje en zei... Zeg, Aldo, reik die morgenochtend even bij je grootvader aan, voordat je naar college gaat. En toen werd het heel stil in huis. Stiller dan het ooit geweest was. Maar het was ook al zo laat. Dit waren dus enkele belevenissen met opa Bargerbeer. Zou hij ooit nog wel eens terugkomen? Wie weet, met een man als Barend Bargerbeer ben je daar nooit zeker van. Wenst u advies of goede raad of slechts een troostrijk woord, dan is er ook al lijkt het laat geen man nog overboord. Wendt u tot Barend Bargerbeer, zijn kennis is zo groot, want Barend helpt u zonder meer van het walletje in de sloot. Ja, Barend helpt u zonder meer van het walletje in de sloot. De wereld van Barend Bargerbeer. Complicaties rondom een merkwaardige persoonlijkheid, omschreven en van muziek voorzien door Amy Lopez. Wenst u advies of goede raad of slechts een troostrijk woord, dan is er ook al lijkt het laat geen man nog overboord. Wendt u tot Barend Bargerbeer, zijn kennis is zo groot, want Barend helpt u zonder meer van het walletje in de sloot. Ja, Barend helpt u zonder meer van het walletje in de sloot. De wereld van Barend Bargerbeer. Complicaties rondom een merkwaardige persoonlijkheid, omschreven en van muziek voorzien door Amy Lopez. Greet. Greet! Kijk, hoorde wel, Henri. Hoef je zo te schreeuwen? Wat is dat voor een gekerm daarboven? De mens kan niet eens rustig naar een concert zitten luisteren. Wat bedoel je, Henri? Ik ben nou... Oh, best jullie hebben veel nodig. Heb ik laten inschrijven voor een schriftelijke cursus. Hoe word ik een allround violist in 6 lessen? Oh, daar wist ik niets van. Nee, allicht niet. Jij weet nooit ergens iets van als het je vader betreft. Maar dit is nou precies de druppel die de emmer doet overlopen, heer. Ik slik dit niet. Ik slik dit niet meer. Dan slik je het niet. Nee. Jij kan niks van die oude man velen. Nou, hij zal ophouden. Ja. Waar blijf je nou met je drukte? Ja, ja. Zeg, doe me een plezier, zet die radio af. Hoe kan ik nou zo eens oefenen? Oefenen? Noem jij dat gekras op dat jammer gaat oefenen? Heb niet de moed om ermee door te gaan, man, want ik mag gaan. Oh. Jij begaat niks, Henri. Je moest je schamen om zo'n toon tegen mijn vader aan te slaan. Ja, laat maar gaan, Greet. Het is nou eenmaal een acculturaal mens. Dat weet je toch. Zo, de familie Tikkers is er weer, zoals u hoort. Compleet met Barend Bargerbeer. De vader van mijn moeder, de schoonvader van mijn vader, de grootvader van mijn zusje Nettie en mij, en het middelpunt van de hele familie. Zoals u begrepen heeft, was de stemming niet al te best op de avond dat dit verhaal begint. Ja, kom nou, Henri, wees nou redelijk. Ja, ja. Wat steek daar nou in dat ik mijn vioolspel weer een beetje ophaal? Ophaal, opa? Heeft u vroeger dan viool gespeeld? Nou, ik kon heel aardig met de strijkstok overweg, Albert. Je had mijn tourniquetten en mijn glycerine er eens moeten horen. U bedoelt uw flageoletten en uw glissandi? Jij ook, je zin, Nettie. Ik had in ieder geval een streek over me die je dwars door je bast ging. Ja, ja, dat heb ik gemerkt. Violist. Laat maar niet lachen. Ja, ja. Lach jij maar gerust hoor, Henri. Mijn levenservaring, die heeft me geleerd dat mensen zonder background overal om kunnen lachen. Wat je zegt, violist. Jazeker, violist, ja. Ik heb zelfs een tijdje aan het hoofd van een chicanestrijker gestaan. Met een gipsen pak aan. Een gipsen pak? Toen speelde u zeker in het ziekenhuis. Ja, ik zal het al even voor u vertalen, moeder. Opa stond aan het hoofd van een tsiganenorkest en daarbij droeg hij een gypsy-kostuum. Oh. Hoe heette dat orkest dan wel, opa? Dat was het trio Lajos Bargerbeer. Ja, we waren amateurs, hoor. Maar even zo vrolijk
hebben we toch nog eens in privaat bij een rijke fabrikant opgetreden, hè? Ja, dat heeft overigens heel merkwaardige gevolgen gehad. Nou, dat verwondert me niks. Als u iets doet, heeft het altijd merkwaardige gevolgen. Mam, laat opa nou even vertellen. Wat is er toen gebeurd, opa? Dat zal ik je zeggen, kind. Een paar weken na dat privaat optreden, toen zit ik in het concertgebouw. Ik had daar een abonnement. Ik ging er dus geregeld naartoe, want ik was altijd een liefhebber van goede muziek. En deze avond had ik helemaal niet willen missen, want het was het galaconcert van een wereldberoemde solist. Afijn, het loopt net tegen de pauze. En toen... Ja, heel goed. Maar ik heb nu geen tijd voor plichtplegingen. Bargerbeer, ik heb je direct nodig. Kom mee. Ho, niet zo haastig. Ja, je kan me nog veel vertellen. Ik ben hier voor mijn plezier. Ik ga zo dadelijk naar mijn Menuhin zitten luisteren. Die komt direct naar de pauze. Daar gaat het nou juist om, Bargerbeer. Er is iets heel vervelends gebeurd en jij bent de enige die ons uit de impasse kunt redden. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik geen barst van begrijp, hè. Wat wil je nou eigenlijk, man? Dat zal ik je vertellen. Ik ben ook nog bestuurslid van de stichting Het Concertgebouw. Ja, ja. Nou is de kwestie deze. Menuhin heeft zojuist een polsverstuit en kan niet optreden. Oh, maar dat is ook wat. Ja, zeg dat wel. En daarom noem ik namens het bestuur een beroep op jou om zijn plaats in te nemen. Dat is geen no-idee. Ik ben maar een gewone amateurviolist. Je weet wat beter, Bargerbeer. Ik heb je toch gehoord op een tuinfeest. Ach, dat vibrato. Die heerlijke, heldere tonen. Ja, maar tonen zijn helder. Ja, geen geintjes, Bargerbeer. Ga maar gewoon naar de solistenkamer. Dan stel ik het publiek vast op de hoogte. Dit wordt een grandioze avond. Ja, maar... Niks te maren, Bargerbeer. Je weet zelf niet hoe groot je bent. Toen ik jouw vedel hoorde snikken, smachten eigen, was ik onthutst, ontroerd, verbijsterd en ontdaan. Een man die klank tot parelsnoeren weet te reigen, hoort hier op dit vermaarde podium te staan. Jij bent de grootste violist van alle tijden, want jij speelt mooier dan Yehudi Menuhin. Van een carrière die de wereld zal verblijden, wordt dit een glorierijk en groots begin. Jij wordt er straks bedolven onder massa's bloemen, en binnenkort ga je natuurlijk op tournee. Men zal jouw naam in alle kranten horen roemen, van Yokohama tot een Zandvoort aan de zee. Jij bent de grootste violist van alle tijden, want jij speelt mooier dan Yehudi Menuhin. Van een carrière die de wereld zal verblijden, wordt dit een glorierijk en groots begin. Ach man, je bent lekker. Trouwens, ik heb niet eens een viool bij me. Er is ook al voor gezorgd. Menuhin stelt zijn eigen instrument tot je beschikking. Dan leert hij ook nog wat, zegt hij. Dat is waar. Ja, maar het is maar een gewone Stradivarius, hoor. Maar daar weet jij wel weg mee. Toe nou, Bargerbeer. Laat me nou niet zo soebatten. Je krijgt een lekker kiesje sigaar als je doet. Nou, voor deze keer dan. Ah, je bent geweldig, Bargerbeer. Ga maar vast naar boven. Haitink springt een gat in de lucht als hij je ziet. Die Bernard. Ook een muzikale jongen net als ik. Vooruit, daar gaat hij dan. Bedankt, hoor, Bargerbeer. Wat een geluk dat ik hem in de zaal zag zitten. Dames en heren, namens het bestuur van het Concertgebouworkest heb ik een mededeling voor u. Helaas moet onze solist, de heer Menuhin, uitvallen vanwege een blessure. Maar we hebben een minstens evenwaardige invaller kunnen vinden en wel niemand meer of minder dan de grote Barend Bargerbeer. Thank you.
We wisten geen van allen goed wat voor commentaar het beste paste bij dit zonderlinge verhaal. Want opa Bargerbeer had het dit keer wel bijzonder puin gebakken. Maar vlak daarna gebeurde er iets dat ons onze zwijgzaamheid geheel deed vergeten. Hé, hey, wie kan dat nou zijn? Tje. Nou ja, hoe later op de avond de schone volk. Net u die even open. Ja. Ja. De post. Telegram voor de familie Tikkers. Alsjeblieft. Oh, dank u. Dag meneer. Dag je vrouw. Hoor ik dat goed? Was dat de post? Ja, maar met een telegram. Wat? Geef eens hier. Als je bent nou. Wat is er aan de hand, Henri? Iets ernstigs? Hier, lees maar. Arriveer 12:15 Schiphol. Kom me afhalen, Piet. Piet? Piet? Oh, lieve help. Dat is die mooie broer van je. Piet, 8 jaar lang heb ik hem niks van hem gehoord en nou opeens dit. Wat zullen we doen? Ik weet het niet. Nou, ik wil me nergens mee bemoeien, maar als ik maar 1 broer had die ik in zo lange tijd niet gezien had, dan sprong een gat in de lucht. Wat maakt het nou uit dat hij anders is dan jullie? Nou, dat is wel zacht gezegd, vader. Mijn broer Piet is een onmogelijk mens, dat weet u best. Ach, loop toch heen, Harry. Die jongen is altijd het zwarte schaap van de familie geweest, omdat hij een kunstenaar is. Een mooie kunstenaar. Nou, u mag het voor me uitzoeken, vader. Als dat een kunstenaar Gaat is... Gaat er toch niet op in, Greet? Je lijkt wel gek. Hij kent hem amper. Ik ken hem in bed. Ik heb hem zien optreden in de Cascanade in Antwerpen. Nou, hij kent er wat van, hoor. Al dat opgeven op kunstenaars. Dat is gewoon jaloezie van jullie, omdat jullie niet durven te leven. Oh nee, nou dat is helemaal mooi, hè. Omdat wij fatsoenlijk zijn, daarom. Wat jullie voor fatsoen houden, is doodgewoon burgerlijkheid. Wat lijkt het wel. Zijn naam Piet mag hier nooit genoemd worden. Alleenig maar omdat die jonge balletdanser is. Ja, nou is het genoeg, hè. Wat bemoei je eigenlijk mee, man? Ik zal het toch even zeggen. Als hij een inbreker of een flessentrekker was geweest, had het niet erger kunnen zijn. Je bent zelf nogal fijn, dat scheelt. Wat? Wat zeg je, dat neem je terug. Dat neem je toch al een schoppertje vierkant van huis uit, zeg. Rustig, ja. Rustig, Henri. Ja. Rustig, dan wordt hier niks geschopt. En houdt u zich ook kalm, vader. Jullie lijken wel wilde beesten zoals jullie tekeer gaan. Ja, mijn idee, Greet. Ik kan hier niks zeggen of er komt heibel van. Ik wou Henri alleen maar duidelijk maken dat hij zijn enige broer niet voor snotneus op het vliegveld kan laten staan. Ja, vader, dat begrijp ik best. Maar had u al wat tactischer kunnen zeggen. Henri, ik zal hem maar gaan halen als ik jou was. Anders denkt u dat telegram niet is aangekomen en dan komt hij toch hier naartoe. Zal maar iets anders opzitten. Wil jij misschien meegaan, Albert? Met het oog op de bagage en zo, hè? Ja, dat is goed, vader. Maar er wordt mij wel niks gevraagd, maar ik ga ook mee. Al is het alleen nog maar om olie op de golven te gieten dat er een klein oneenigheidje moet ontstaan. Ja, ga ook maar mee, vader. Dan ben ik jullie tenminste allebei even kwijt. Even later waren we op weg naar Schiphol. Eerlijk gezegd was ik doodnieuwsgierig naar mijn dansende oom Piet, het buitenbeentje van de familie. Er werd nooit over hem gesproken, maar een paar jaar geleden kwam Nettie thuis met een Frans tijdschrift waar een foto van hem in stond, genomen bij zijn optreden in een Parijse revue. Hij had een wit maillot aan met allemaal lovertjes. En er stonden allemaal, toploze dames om hem heen. Nettie en ik hebben ons toen gek gelachen, want het was net of vader er stond, maar dan in het mooi. Vader was woedend en het blad ging meteen de kachel in. Pardon, juffrouw, u kunt u mij misschien ook zeggen welk vliegtuig er aankomt om 12:15. Ik moet namelijk iemand afhalen, maar ik weet geen verdere bijzonderheden. Die weet je wel, Harry? Wat is dat nou? Het gaat hier om meneer zijn broer, snap u? Die is balletdanser. Vader, alsjeblieft. 12:15. Ja, dat is vlucht 168 uit Barcelona. Yes. Het vliegtuig is zojuist geland, meneer. Als u daar gaat staan, dan kunt u de passagiers direct zien binnenkomen. Ik dank u zeer. Nou, gaat u maar even zitten, vader. Nee, dan kan ik niks zien. Daar zijn de eerste al, pap. Goed uitkijken of hij erbij is. Ja. Daar heen helemaal. Die meneer daar met die zwarte hoed op. Piep. Ja, vader, meneer, stapel.
Iedereen kijkt naar je. Het is hem niet. Jammer. Wacht eens, die vent met die camellia's daar. Piek, piek. Ahoy! Doe me nou een plezier, vader. Dat kan niet. Ja hoor, dat moet hem zijn. Kijk maar, hij zwaait terug. Wat staat hij daar nou aan die toonbank te tutten? Douanecontrole, opa. Oh, hij is al klaar. Hij komt hier naartoe. Dag, dag. Zeg, wat enig dat jullie gekomen zijn. Dag, Harry. Dag, Bertje. Oh, zalig dat ik jullie weer eens zie, zeg. Oh, wie is dat? Dit is mijn schoonvader, meneer Barend Bargerby. Ach ja, wat stupide van me. U vertelt altijd van die beeldige verhalen, hè? Wat doet hij nog, oom Piet? Oh, oom Piet. Om je te bedoelen, zeg. Nou, noem mij maar Pierre, hoor. Pierre, toucourt. Goed, Pierre. Zal ik de koffer maar nemen? Ja, graag. Die reticule draag ik zelf wel. Waar staat je voiture, Harry? Aan de overkant, Pierre. Piet. Je komt uit Barcelona, hè? Ja, zeg. O, zalige stad, zeg. Oh. Nou, ik werk daar in een boot, hè, aan de Ramblas. El Pituna. Ach, als danser? Wat dacht je dan, malle man? Oh, je zou me moeten zien, zeg. In mijn solo, hè, draag ik een zwartkante blouse met lubben en een crème satijnen kuitbroek. Oh. Verrukkelijk ensemble, zeg. Heb ik zelf ontworpen, zeg. Wacht, ik heb foto's bij. Piet, laat maar, Piet. Nee, dat zien we straks wel. De eerste kilometers verliep de terugtocht in een haast serene stemming. Maar toen sperde opa Bargerbeer de neusgaten wijd open, snoof een paar keer en sprak. Hé, hey, wat een merkwaardige lucht hangt er hier. Ik heb een wijkagent gekend die net zo rook. Ja, die man heeft altijd wat, hè. Wie ruikt er dan aan een wijkagent? Dat is mijn lotion, grand-père. Fougère d'amour van Saligo. Een verrukkelijke geur, maar je moet er even aan wennen. Ja, het is wel even doorzetten, hè? Zeg, Pierre. Mm-hmm. Jij zei daarnet dat je je danskostuum zelf ontworpen hebt, hè? Mais oui. Hoezo, Campé? Omdat ik nog een tijdje in de business gezeten heb. In de haute couture, hè, zal ik maar zeggen. Ja, ik heb bij Raymond Laurent gewerkt. Non, vraiment. Raymond Laurent, de grote couturier? Zal ik hier zo door de grond zakken? Ja. Ik was met een bus in Parijs, je weet wel, uit en thuis voor 87 piek. Enfin, ik loop zo'n boutique binnen en laat daar nou net een modeshow aan de gang zijn. En hier, dames, is Yvette weer, met Rêve de Balzac. Een kippensoepkleurig deux pièces van gedrukt imprimé. Afgezet met een randje bokkingvel en gegarneerd met dakpannen. Dames, let op de boothals die doorloopt tot de enkels. Yvette draagt een gepliseerde boterhamzak bij met knipsluiting. Een heel chic en flatteus ensemble voor de sportieve vrouw. Dank u, dames. Dank u. En dit was dan de laatste creatie van deze show. Blijft u alstublieft nog even zitten, dames. Want hier komt de patron, Monsieur Laurent. Pardon, dame, ik wil vragen. Is dat nou de baas van de tent hier? Oui, monsieur. Dit is de grote Laurent. Stil, hij gaat iets over zichzelf vertellen. Ik breng le dernier cri, madame. La mode de Paris, madame. Ik ben, zoals u weet, toujours avant. Mes créations zijn vermaard. Men vindt ze overal op aard. Daarvoor ben ik tenslotte Raymond Laurent. Als ik zeg driekwart mouwen, kun je erop bouwen. Dan dragen alle vrouwen straks driekwart mouwen. Als ik zeg lichte kleuren, zie je het gebeuren. Dan zijn het lichte kleuren, waar zij mee geuren. Le dernier cri, la mode de Paris. Le dernier cri, la mode de Paris. Als ik iets breng, dan wordt dat wet. Ik heb een bloknoot naast mijn bed. Want 's nachts krijg ik soms plotseling een idee. Dan krabbel ik het haastig neer. Dan ben ik even in de weer. En neem het 's morgens mee naar het atelier.
Als ik zeg grove jute, dan draagt men jute. Als ik zeg houten knopen, dan gaan ze het kopen. Als ik zeg korte rokken, of tulle klokken, of eikenhouten kragen, dan gaan ze het dragen. Le dernier cri, la mode de Paris. Le dernier cri, la mode de Paris. Meneer Laurent. U wenst, monsieur? Mijn naam is Bargerbeer. Ik wilde... Bargerbeer? De fameuze artiest? Jawel. Ik wilde graag het vak bij u leren. Ik heb wel geen ervaring in de haute couture, maar ik ben enorm begaafd, zie. En zeer werkzaam. Oh, dat weet ik toch, Bargerbeer. Oh, wat een heerlijke verrassing. Ik gooi meteen mijn coupeur eruit, dan kun jij zijn plaatsje innemen. Oh, meneer Laurent, kijk nou eens wat er gebeurd is. Rustig, Susie. Oh, kindje, wat heb je daar? De robe van gravin Flambard La Culotte. Een van de meisjes heeft er de bouw te lang op laten staan. Zo'n schoeivlek op de rug. Nee, mijn beste klant. En het kostbaarste stuk uit mijn collectie. Dit wordt een einde. Kom, niet zo somber, kereltje. Ik ben er ook nog. Zo, geef maar eens een schaartje. Alsjeblieft. Maar wat doe je nou, Bargerbeer? Wat moet dat? Ik knip die vlek gewoon eruit, zie. Zo, keurig driehoekje. Hij heeft meteen een nieuwe mode. De driehoekslijn. De driehoekslijn? La ligne triangle. Een uitgeknipt driehoekje in de rug. Oh, Bargerbeer, je bent een genie. Nou ja, het is zomaar een ideetje. Een ideetje? Dat noemt je een ideetje? Oh, daar kan ik gewoon niet over uit. Susie, luister eens. Ja, meneer Laurent. Laat onmiddellijk bij alle jurken driehoekjes uit de rug knippen. Goed, meneer Laurent. En bel meteen de pers. Zeg maar dat Raymond Laurent samen met de fameuze Nederlandse couturier Barend Bargerbeer een geheel nieuwe mode uitbrengt. La ligne triangle. Heb je dat, Susie? Oh, wat boeiend. Wat bent u een begaafd verteller, Grandpère. Ja, dat ben ik zeker. Ja, ja. Oh, we zijn al thuis. Ik zal de bagage wel even naar binnen brengen, Pierre. Ach, zeg, gaan jullie maar vast. Ik moet de wagen nog afsluiten. Zo zijn jullie er al. Dag, Piet. Dag, Greet. Hoe gaat het? Kom binnen, jongen. Oh, wat hebben jullie toch een beeldig huis. Dat is zeker Nettie, hè? Dag, oom Piet. Oh, noem me alsjeblieft Pierre, hè? Pierre, toekoor. Piet klinkt zo, enfin. Zeg, jullie moeten die bank in die andere hoek zetten. En dat tafeltje, dat vind ik vreselijk burgerlijk. Dat moet de hal in, hoor. Wil je koffie, Piet? Pierre? Dolgraag, Riet. 7 schepjes suiker, alsjeblieft. Help eens met die bank, Albert. Ja, ga maar aan deze kant staan. Ja. Zo, heb je hem? Ja? Nou, 1, 2. Oh, la la. Ik zag die vaas niet eens. Nou ja, hij was toch affreus, hè? Oh, wagen is afgesloten. Hé, wat is hier aan de hand? Zien jullie dat verhuizen? Hoe komt die meisnervaas kapot? Oh, een klein ongelukje, Harry. Zeg, je hebt aardige meubelen, hoor. Maar de indeling is in één woord afgrijzelijk. Zo bourgeois. En dat griezelige dressoir moet nodig een likverf hebben, hoor. Eens kijken, cerise, ja, cerise. Nee. Bloed is beter. Likverf, ben je er helemaal? Dat is echte koromandel, weet je dat? Oh, kan best zijn, maar ik vind het doodeng, zeg. Trouwens, die poten van die stoelen moeten ook korter. En dat behang, dat is gewoon om te gillen. Ja, die jongen heeft gelijk. Ja, ik wou er niks van zeggen, anders heb ik het weer gedaan, niet. Maar het is hier burgerlijk. Nou, waar moet jij eigenlijk mee? Ouwe gek zal ik jou. Hallo. Ik zal jou. Je bent al met de koffie. Ik. Wat is er? Hebben jullie ruzie? Wel, nee, Greet, niks aan de hand. Heel lekker, ik heb best trek in een kopje koffie. Pierre, jongen. Je kan ervan rekenen met de verbouwing.
Bravo, Grandpère. Eindelijk een progressief geluid in dit koude kikkerland. Wij begrijpen elkaar tenminste. Dat is dan heel fijn. Maar als jullie de moed hebben om aan de meubelen te komen, dan trap ik jullie met z'n tweeën de deur uit. Henri, doe me nou één plezier. Beheers je een beetje alsjeblieft. Ach, laat hem toch aan kletsen, Greet. Hij weet zelf niet wat goed voor hem is. Die man heeft toch geen Eurovisie van zijn eigen. Toen ik nog binnenhuisarchitect was... Binnenhuisarchitect, hoe haalt iemand het in zijn hoofd om zichzelf aan te doen? Stil nou even, Henri. Oh, wat ontzettend boeiend, Grandpère. Daar moeten we eens wat meer van vertellen. Oh, heel graag. Toen ik nog binnenhuisarchitect was, toen wierde ik op een dag ontdooien bij baron Colique de Brassière in Wassenaar. Om te adviseren bij de nieuwe inrichting van zijn landhuis, hè? Enfin, ik bel daaraan niet. En de barones doet mezelf open. Oh, wat heerlijk dat u gekomen bent, meneer Bagerbeer. Mijn man en ik waren juist aan het discussiëren over onze nieuwe inrichting. Doet u maar gauw uw jas uit. Etienne, hier is meneer Bagerbeer. Ah, enchanté, mijn waarde Bagerbeer, enchanté. Kom bij de kerel. Een aperitiefje? Nou, liever heb ik een neutje. Als ik u niet corrompeer, hè, baron. Zo, zo, zo. Dit is dus het interieur waar het over gaat. Inderdaad, ja. Nou ja, die meubelen kunnen natuurlijk blijven staan. Stuk voor stuk origineel Queen Anne. 250 jaar oud. Nou, dat kan je wel zien ook. Die poten onder die stoelen en tafels, die staan gewoon krom van de ouderdom. Ja, die moeten eraf, die moeten eraf. Daar draaien we stalen buizen onder. Ach, maar natuurlijk, dat is dé oplossing. Vind je ook niet, Etienne? Oh, vanzelfsprekend, mister. Subliem idee, die stalen buizen onder het Queen Anne meubilair. U bent een eminent vakman, Bagerbeer. Ja, daar ben ik ongetwijfeld. Nou eens kijken. Ja, de behang, dat laten we zitten. Oh, maar daar ben ik heel blij om. Het is boheems goudkleur. Heel zeldzaam. Ja, ja. En het wordt nog veel mooier als we het hardblauw laten verven. Dat strikt insecten af en het is lekker koel voor de ogen. Ah. Wat is dat voor een raar kastje daar in de hoek? Oh, u bedoelt mijn secretair. Ja, vindt u het niet beter met dat ingelerde notenhout en dan dat plaqué van Parelmoer? Ik ben er bijzonder aan gehecht. Het is origineel handwerk uit 1780. Ah, wat hebben we nou aan al die antieke rommelwijfie? Er komt maar houtworm in. Nee, als we daar een fijne jukebox neerzetten, hè, met van die gekleurde lichtjes. Dat is toch heel wat anders. Ach, bravo, Bagerbeer, bravo. Waar haal je toch die kunstzinnige invallen vandaan, man? Yeah. Ik zou die secretaire maar meteen wegdoen, liefde. Oh ja, daar ben ik al helemaal mee verzoend, Etienne. Oh, wat heerlijke jukebox. Zeg, meneer Bagerbeer, dat schilderij van Ruisdaal mag zeker wel blijven hangen, hè? Jawel, maar dan moet hij wel door midden, hoor. Huh? Ja, die moet door midden. Zoals het daar hangt, is het een tikkeltje te breed. Ja. Ja, en dan hebben jullie er twee tegelijk. Meneer Bagerbeer, dat is alweer zo'n schitterende oplossing. Hè, misschien kunt u het met die Vermeer die in mijn mans werkkamer hangt ook doen. Als je nagaat. Queen Anne met stalen poten. Wat is dat geniaal. U heeft dat goed geschoten. Wat heb je aan die praal. Die Ruisdaal gaat door midden. Dan hebben we er twee. Dat spant de kroon, dat is gewoon een ideaal idee. Mijn oude secretaire, vermolmd en haast vergaan. Die vormt nog een barrière, daar moet een jukebox staan. Het goudleer aan de wanden, wordt blauw gelijk de zee. Dat is alweer, o Bagerbeer, een geniaal idee. Tja, nou moeten we alleenig, dat is even een ander onderwerp, nog even over mijn honorarium voor mijn werkzaamheden hebben, niet? Tuurlijk. Dat zal, zo om en erbij, de 1500 gulden bedragen. Ja, dat is belachelijk, Bagerbeer. Wat nou? Dat kun je toch niet menen? Nee, daar komen minstens twee nulletjes achter. Dacht u nou werkelijk dat we zo'n eminent vakman met een voetje afschepen? Ah, dat heb je me even goed verteld, liefste. En Bagerbeer, vertel eens. Wat doen we met die vloerbedekking en de gordijn? Nadat opa Bagerbeer uitgesproken was,
beloofde oom Pierre plechtig dat hij ons huis samen met hem binnen luttele dagen in een eigentijds paradijs zou omtoveren. Hierna zwoer vader dat dit dan over zijn lijk zou geschieden. En daarna gingen we naar bed. Ik viel onmiddellijk in slaap. Maar midden in de nacht schrok ik wakker door een afgrijselijk geluid dat uit de kamer kwam die opa Bargabeer met oom Pierre deelde. Nee, Pierre. Hè. Je houdt hem verkeerd vast. Ons maar gezegd. Los die pols! Juist. Nou, nog gaat veel beter, hè? Ophouden! Ophouden! Zijn jullie dan geen jongen geworden? Ophouden! Wat maak je nou een kut, Harry? Ik breng die jongen alleen nog maar de eerste beginselen van vioolspel bij. Oh ja, zo. Nee, wacht maar even, Pierre. Hey, die man is zo opgewonden. Schande is het! Ja, zeker. Maar schande, hoor je? Maar ik zal jou één ding betalen, hoor je? Ik zal de eerste beginselen van het vioolspel bij elkaar maken. Ja. Dat je die viool goed in de handen kan nemen. Ik ga het maar doen! Wenst u advies of goede raad of slechts een troostrijk woord? Dan is er ook al lijkt het laat geen man nog overboord. Wendt u tot Barend Bargerbeer, zijn kennis is zo groot. Want Barend helpt u zonder meer van het walletje in de sloot. Ja, Barend helpt u zonder meer van het walletje in de sloot.